Thank you.
Hier heb ik een John Deere B van 1936. Dit is het tweede bouwjaar. De John Deere B is op de markt gekomen in 1935. Een vrij bijzonder gordiertje, het is een type L uit 1942. Dit tractor is niet gebouwd in de gordiertap, in de normale gordiertap. En hoe weet je die uit te doen? Deze tractor is gebouwd in Tutuit. Dat is een fabriekje. Dit is ook een product uit Tutuit. Dit is een beetje de opvolger van die. Dat is een model M. Ook een verticale tweecilinder, maar moderner. En dat is een zuidletter, heeft die kopletter. Dit is een vader van 1947. Het bestond in verschillende versies. Dit is een smalle versie. Het bestond een bredere versie. Het bestond ook een 3-wielen versie. In 1939 heeft John Deere via de Franse ingenieur Dreyfus een model veranderd. De modellen van de verkeertractors zijn veranderd in 1939. De tractors tot 1939 noemen de handstijl, de Lochristi leerde, tractoren. Vanaf 1939 noemen ze de stilerende tractoren. Ik heb dan net gezegd dat John Deere zijn allereerste diesel tractor op de markt gebracht heeft in 1949. En dat was de John Deere R Visitor. Dit is echter de John Deere R van het allerlaatste voorjaar van 1954. Voor de 54 hebben we veranderd van de R naar de top. De R heeft een horizontale tweecilinder. Het heeft er heel veel van gemaakt. Het was een zeer goede tractor op voorwaarde. Dat je iemand had die hem kon onderhouden. Het was vrij complex. Na de landsbundel, nadat dit de landsbundel John Deere begonnen met de 0-0-serie. Dus de 100, de 200, de 300, de 500 en de 700. En na de motoren van de meeste Europese John Deere tractoren gebouwd. De motoren zijn niet in Mannheim gebouwd, maar in Parijs. Van de Amerikaanse Finser. En de versnellingsbak van de Duitse. Maar hij is in Frankrijk gebouwd en hij noemt 303. We zullen dat niet zien, hij is nooit verkocht in Parijs. Ook zeer mooi daarvan heeft, profiteer. Dit is opnieuw een 310. Zoals die we daar straks gezien hebben, is van 1966. Zoals gezegd, dit was het eerste goede product van John Deere na de horizontale tractor. Deze heeft 11.000 uren en hij loopt als een klok. Het is een 3-cilinder diesel, een gewone 4-stap diesel. Hier hebben we dan dat
drie tractors, een beetje zwaarder, een 1630. Die is al van bouw in het leven. Ook nog steeds een drie cilinder diesel, maar iets sterker, hoe weet ik nog wel. 54 pk, ja. En iedere keer een klein beetje sterker en een beetje duurder. Deze serie, de serie 40, dat is de opvolger van de serie 30 uiteraard. In Afrika en zo, omdat ze betrouwbaar zijn en omdat er weinig elektronica op zit. De 3050 was de kleinste John Deere van de 50 serie met 6 in de motor. De 40 en de 50 serie zijn de eerste tractorreactie waar John Deere van de fabriek een originele front-head-inrichting van gebouwd heeft. Dit is de 3650. Dat was toen in 1990, dat was in 1990 de sterkste tractor.
Weer de volgende. 60 minuten tempo in de